In je puberteit verandert er een hele hoop aan je lichaam. Leuke dingen, maar ook minder leuke. Zo kun je opeens puistjes krijgen op je borst, je rug en je gezicht. De dokter noemt dat acne vulgaris. Een fenomeen dat niet vulgair, maar best wel naar is. Als de puberteit daar is, wordt vooral je hormoonhuishouding flink opgeschud. Hierdoor gaan de talgklieren, die je huid soepel houden, in de overdrive. Door deze vettige overproductie raakt de talgklier verstopt en ontstaat er een meeeter. Ondertussen zijn bacteriën bezig om al die smeuïge talg om te zetten in vetzuren. En dat is vooral vetzuur voor jou. Er ontstaat een ontsteking met een kop van pus die uiteindelijk uitbarst als een vulkaan. Acne toch? Acne in je gezicht is misschien geen prettig gezicht, maar het gaat uiteindelijk vanzelf over. Als je geen zin hebt om te wachten, dan kan je naar de huisarts voor een zalfje, een lotionnetje of natuurlijk de anticonceptiepil. Als je een meisje bent. En nee jongens, een condoom helpt niet tegen puistjes.